De ministerraad, zoals u weet, heeft vanochtend op grond van de gisteren gepubliceerde conclusies van het Openbaar Ministerie het besluit genomen om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van MH17. Het is een besluit dat we samen met Australië nemen. En Rusland is hiervan vanochtend op de hoogte gesteld. Dat besluit om Rusland aansprakelijk te stellen is niet lichtvaardig genomen. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt. Ons baserend op het diepgravend en onafhankelijk onderzoek van het internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Gisteren heeft dat onderzoeksteam overtuigend aangetoond dat de gebruikte bukinstallatie voor het neerschieten van MH17 onderdeel was van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger, afkomstig uit Koersk. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie gemeld dat Rusland onvoldoende meewerkt aan het onderzoek. Ondanks herhaalde verzoeken is cruciale informatie niet geleverd. En dat is voor het kabinet aanleiding om vandaag deze grote stap te zetten. Wij eisen van Rusland dat het zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van MH17 en hun nabestaanden.